Na een pauze van bijna 2 weken hervat FC Groningen zaterdagavond de competitie tegen Heracles Almelo. Met de terugkeer donderdag van Tim Sparf is de selectie van Pieter Huistra weer zo goed als compleet. Sparf speelde de afgelopen week met Finland interlands tegen Zweden en Hongarije. Ja, ik kreeg mijn kans omdat de speler vorige keer kreeg een rode kaart. So, ik ben heel blij dat ik ben terug in de basis en heb me laten zien wat ik kan doen. Johan Kappelhof en Leandro Bakuna speelden vorige week met Jong Oranje tegen Jong Oostenrijk en wonnen met 1-0. Kappelhof stond in de basis, Bakuna viel in de tweede helft in en maakte zo zijn debuut voor Jong Oranje. Was de bondscoach tevreden met je invalbeurt? Nou, het was redelijk goed. Het was, ik kon niet al te veel doen, maar wat ik liet zien was gewoon goed naar de bondscoach toe. Ik ging ervan uit dat ik eigenlijk niet bij zat, maar ik werd op het laatste moment toch gebeld en moest dezelfde avond weer melden. En was een leuke verrassing, vooral na de overwinning op Ajax. Ja, dan ben je nu weer terug in Groningen en dan train je op kunstgras. Hoe is dat? Ja, ik zei dat dit is een van de moeilijkste wedstrijden van het seizoen, denk ik. Ik heb nu 2 wedstrijden gespeeld voor Finland en dan kom je hier en een kunstgraswedstrijd. Het is zwaar mentaal en fysiek. Ja, het is toch een ander gegeven dan op een gewoon veld te spelen natuurlijk. Maar we hebben het goed voorbereid. In het begin van de week rustig begonnen hier om te wennen aan het kunstgras, ook het lichaam te laten wennen. En gaandeweg hebben we het opgedreven. En volgens mij zijn we wel goed voorbereid voor de wedstrijd van morgen. Evans vervangt zaterdagavond de geblesseerde Kees Kwakman in het hart van de defensie van FC Groningen. Voor Evans betekent dat na 4 competitiewedstrijden een terugkeer in de basis. Ik heb er enkele weken naast gestaan en ik moet wel zeggen, het is wel redelijk moeilijk geweest. Ik had nog nooit eerder mijn carrière meegemaakt. En, goed, het is nu een ervaring en die neem ik mee voor de rest van mijn carrière. En, ik heb gewoon hard gewerkt in die weken om mezelf terug te profileren en we zien wel morgen. Zaterdagavond mag Evans het met FC Groningen laten zien in Almelo op het kunstgras van het Polmanstadion. Om goed te wennen aan de ondergrond trainde FC Groningen deze hele week op het kunstgras van Stadion Essenberg in Haren. Het is nu al de 4e training op kunstgras en dat gaat nu wel goed. Ja, ben je al gewend? Ja, ik moet wel zeggen dat het nu wel sneller went. Ja. Kunstgras is sowieso anders. Ik had net ook een bal, zeg maar. Die stuit dan heel apart. Maar het is gewoon even wennen. Ik bedoel, we hebben nu een hele week op kunstgras getraind en ik denk dat we er gewoon helemaal klaar voor zijn. Dat Bakuna er klaar voor is, laat hij hier zien als hij de vrije trap van Dusan Tadic achter Luciano werkt. Ja, want het wordt ook wel eens een keer tijd hè, om weer te winnen in Almelo. Ja, ik bedoel, we hebben een aantal keer goed voetbal laten zien daar, maar het resultaat zat een beetje tegen. En ik denk dat het gewoon nu een keer op moet gaan voor echt 3 punten. En met de zelfvertrouwen na 3 goede wedstrijden, dan moeten we naar Heracles toe voor een overwinning.